Dag kijkers. Mijn naam is Hendrik Smit. Ik was een van de meer dan 300 die op zondag 28 maart 2021 was gearresteerd in Amsterdam op het Museumplein onder het koffiedrinken. Dat was, eerder waren daar betogingen, maar dat mocht niet. Dat werd steeds verboden. Dus werd het koffiedrinken. Meer dan 300 mensen zijn daarop ook veroordeeld door de politierechter, of ze hebben direct een boete betaald en een aantal gaan in hoger beroep. Ik ben op zoek naar mensen die ook in hoger beroep gaan. Eén. En mensen die voorbeelden hebben van hoe het bestuur telkens weer betogingen verbiedt op vage gronden, gewoon puur omdat het ze even niet goed uitkomt. Dus mensen die daar voorbeelden van hebben van alle andere verboden betogingen, daar zou ik graag contact mee hebben om voor de rechter een duidelijk verhaal neer te kunnen zetten over hoe het bestuur eigenlijk het recht op demonstratie uitholt. Wil je daaraan meedoen? Stuur me op dit e-mailadres. Dat is hendriklostop@proton.me. Stuur daar je e-mail heen met in de onderwerplijn graag hoger beroep Museumplein, als je dus ook in hoger beroep gaat en daarin wilt meedoen. En aan de andere kant, als je dus voorbeelden hebt van betogingen die ook verboden verklaard zijn, vaak op het laatste moment, omdat het bestuur het even niet zag zitten. Nou, die mensen, daar zou ik graag van horen. Zet het wel even duidelijk in de subject line, dan weet ik waar ik aan toe ben. Bedankt voor het meedoen. En stuur het even door.